mensen, welkom dat jullie kijken hier naar Foute Boel, de allereerste aflevering hier in de studio van Weltschmerz. Ik ben blij dat ik dit hier mag doen. Ik ben ook blij dat jullie kijken. Dit is een samenwerking van Weltschmerz en Foute Boel. Dus waar je dit ook kijkt, op de YouTube-kanaal van Weltschmerz, of dat van Foute Boel, of op de socials. Jongens, abonneer even op het kanaal, dan zijn wij ook een beetje geholpen. Nou, wat gaan we doen? Nou, het is heel simpel. Ik ga hier wat items bespreken met jullie, waarvan ik denk dat ze Foute Boel zijn. Ik heb vandaag 3 onderwerpen uitgekozen. Eentje, we gaan het hebben over Puff Daddy. 2, we gaan het hebben over de militaire dienst. En we gaan het hebben over weather modification. Ik zou zeggen, laten we van start gaan. Puff Daddy. We hebben het allemaal wel gezien vorige week. Zijn federale agenten binnengevallen in de huizen van P. Diddy in Los Angeles en Miami. Laten we heel even naar gaan kijken. From the homes of music mogul Sean Diddy Combs, according to a source familiar with the search warrant performed by federal agents at his properties in Los Angeles and Miami. TMZ says this video shows the aftermath of the raid inside Combs's LA mansion, drawers empty, documents scattered, and safes open and searched. Tactical gear, weapons, night vision goggles, the whole thing. Drones were flying, and they made their way into this piece of property that you see right there. Now, early on, they took what we counted 6 people out of the home, out of this property. Now, there's actually 3 buildings here. You've got the main house right there. Then you've got this other one that I would almost call a back house, or maybe the pool house or guest house. And then you have a smaller one that's actually behind some trees right over there. I would almost venture to say that one, again, I don't know. You know, who knows what they're using it for? I'm just venturing to guess, but you have another. Ja, Sean Diddy Combs, beter bekend als P. Diddy of Puff Daddy. Hij zit echt een heleboel juridische sores. Rechtszaken waarin seksueel misbruik en mensenhandel en verkrachting worden beweerd. Het lijkt erop dat zijn juridische problemen meer hits scoren op dit moment dan zijn muziek. Wat hier aan ten grondslag ligt, ga ik hier even uitleggen. We beginnen met zijn vriendin, Cassandra Ventura. Zij heeft hem in 2023 aangeklaagd, bewerend dat hij meer dan alleen maar muziek aan het mixen was. Zij beweert dat hij haar het leven zuur maakte met claims als fysiek en seksueel misbruik, inclusief gedwongen prostitutie. Cassandra schikte later buiten de rechtbank met Diddy binnen 1 dag, waarvan de voorwaarden niet bekend zijn gemaakt. Maar de roddels gaan uit van ongeveer 5 miljoen. Maar wacht, er is meer. We hebben ook Joy Dickerson-Neal. Zij is ook in de mix en beweert dat Diddy haar in 1991 wat drankjes heeft gegeven en dat ze toen niet meer kon stoppen met flirten. Ze beweert gedrogeerd en aangerand te zijn. Na ruim 30 jaar wil ze nu gerechtigheid. Of dat. Zou ook kunnen. Maar wacht, er is nog meer. Een mysterieuze derde aanklacht beschuldigt Diddy en anderen van verkrachting, mensenhandel van ruim 30 jaar geleden. En Diddy die zegt dat het allemaal onzin is en dat deze dames alleen maar uit zijn op geld. En ja, als je zo snel schikt met je ex, dan is die kans ook wel aanwezig. Het zijn namelijk claims van 30 jaar geleden. Maar goed, er is meer, hè. We hebben producer Rodney Little Rod Jones. Hij doet ook een gooi naar de jackpot met een claim van 30 miljoen. Bewerend dat Diddy hem en anderen lastig viel met van alles. Van foute flirtpogingen tot het filmen van eigenlijk nog foutere natuurfilms tijdens zijn huisfeestjes. De beweringen komen niet alleen van hem, maar ook van een oud bodyguard van Diddy. En hij spreekt online over dezelfde beweringen. Laten we een stukje gaan kijken naar de PBD podcast. Politicians and princes. But not only celebrities, he had politicians in there. He had princes in there. Uh-oh. He also had a couple of preachers in there. Oh, damn. Is he talking about who I think he's talking about? You don't know the preacher that was seen with Diddy at one of the parties that Cat Williams says, I don't care whether you're T.D. Jakes or Diddy. Oh, yeah. So he was saying that Lil Rod, the former producer, filed the lawsuit, and he said every room in Diddy's mansions were wired with cameras. He had some of the footage, he had some of the pictures, and he displayed those in the lawsuit that came out. And this was used for blackmail material. They'd bring in these people,
A lot of these people were also aspiring young artists in the music industry. And then these parties were sponsored by Motown Records CEO, Universal Records CEO. This goes all the way to the top. Jones beweert dus dat Diddy verborgen camera's heeft in elke kamer van zijn huis en dat hij geheime opnames heeft van beroemdheden, zakenrelaties en zelfs een prins. Beelden van elk persoon die zijn feestjes heeft bijgewoond. Jones vergelijkt het gedrag van Diddy met dat van Jeffrey Epstein en beschuldigt anderen ervan Diddy te helpen deze illegale activiteiten te faciliteren. Kortom, deze hele rechtszaak omvat beweringen van drugsgebruik, seksueel dwang, het filmen van seksuele handelingen en zelfs betrokkenheid bij een schietpartij. Zit Diddy ook achter de moord van Tupac en Biggie? Wie weet. Kortom, de inval lijkt erop dat ze op zoek zijn naar bewijs om een case op te bouwen. Maar daar denkt ook niet iedereen hetzelfde over. Laten we heel even gaan kijken wat Eddie Griffin, de acteur en komiek, hierover te zeggen heeft. Eddie Griffin has debuted his new show on NNN TV, Nigga News Network, where he's exposing media distractions and hidden agendas. For the first episode, Griffin has decided to focus on the case of Sean Diddy Combs, claiming that the raids that took place at his Miami and Los Angeles homes last month were staged and Diddy himself was tipped off. Diddy is on the run. He jumped on a jet, paused in Miami, and the feds were there in Miami. Somebody tipped his brother off, because how did he just jump, happen to be on a plane the day before they gonna raid his property? He got an inside man there at the Federal Bureau of Homeland Security. One of them motherfuckers. Now he must have zailed every last one of them feds, $10 million each, because they let him get back on the plane to Antigua. They just gonna raid a man's properties, but not raid him. They raid a nigga's property, they coming to get you too. I don't know how this man's still on the loose, but you know, he got the dough. And he got to know. If it's really just a quick, fast hit on the motherfucker's property, nigga, you ain't gonna call the press and say, we about to hit Puffy's crib. You're just gonna hit the crib. And they just gonna have to hear about that through the grapevine and rush down there as quick as they can. But no, we seen the aerial shot of them driving up and arriving at this motherfucker's crib. Somebody's behind it. Somebody way up the ladder. And I think that ladder is the head of Universal Music Group. He called in his favors from his friends. Now, Griffin would also wonder why Diddy's sons were left at the house, leaving them to be placed in handcuffs. Griffin was asked why they couldn't get on the plane with their father. Griffin's larger question was centered around the media, asking what they're covering up. According to Griffin, the media decided to focus on reporting Diddy as opposed to the cargo ship that crashed into the Baltimore Bridge. Not only that, but Griffin would also reveal his true thoughts on why this is all happening now. Clive Davis, yeah, that's the monster. And the head of Universal Music Group, he's put Diddy up and they sacrificing Diddy. They said, nigga, you gotta take this shit. We can't be involved. But Diddy smart. He filmed every session. He was fucking Clive and the motherfucking freak boy that run Universal Music Group. Now that's why they raided the house, because they got friends in Homeland Security and the feds. And they said, get in there and get them tapes from this nigga. Eddie Griffin die zegt hier eigenlijk dus dat P. Diddy geofferd wordt. En dat de federale agenten niet het huis zijn binnengegaan om alles te verzamelen voor een case, maar om eigenlijk alles in de doofpot te stoppen. Want ja, sommige beelden zijn waarschijnlijk van hogelui, waarvan ze niet eens willen dat het naar buiten komt. Dus foute boel lijkt mij. Door naar het volgende onderwerp. Laten we het hebben over de militaire dienst. Dat is de laatste tijd ook veel in het nieuws en je kan wel raden waarom. Er is oorlog. En alle jongeren vanaf 17 jaar, jongens en meisjes, ontvangen een brief dat ze dienstplichtig zijn. En daarbij moet ik zeggen dat er nog geen oproepplicht is, maar hoe lang blijft dat nog zo? Want onze vriend Mark Rutte, onze eigen superheld in pak, hij zegt dat de oorlog in Oekraïne onze oorlog is. Kijk hier maar eens naar. Het zou toch pech kunnen zijn dat we langzaam maar zeker steeds meer een oorlog ingerommeld worden die niet per se de onze is. Nou, wacht even, die oorlog daar is de onze.
Laten we daar nou even wel met elkaar over eens worden. Als wij niet bereid zijn om ervoor te zorgen dat Oekraïne de overwinning kan boeken, en daar alles aan te doen, waarbij we gezegd hebben de rode grens, de rode lijn is dat we niet de NAVO in een rechtstreeks conflict brengen met Rusland. Maar verder doen we alles wat we kunnen met financiële steun, humanitaire steun, maar ook met hele zware wapensystemen. Nederland loopt daar redelijk in voorop, dat is ook van de week weer bevestigd. Nu nog weer met die Panzerhaubitzes 2000 samen met de Duitsers. Nou, veel zwaardere systemen zijn er niet. En dat doen we omdat dit onze oorlog is. Als dit fout gaat en wij zouden laten gebeuren dat Poetin Oekraïne kan bezetten, wat is het volgende? En uiteindelijk is dat dus een directe bedreiging voor onze veiligheid. Ik kan me voorstellen dat veel mensen daar toch bang van worden. Is die angst terecht? Ik snap heel goed dat mensen bang zijn wat er gebeurt, maar het is echt in het belang van ons allemaal, heel Europa en zeker ook Nederland. Wij zijn zo'n beetje het rijkste land van Europa, is het cruciaal dat Poetin wordt tegengehouden. Dat Oekraïne dit wint. En dat wij er alles aan doen om ze daarin te ondersteunen. Omdat wij anders zelf in gevaar komen. En het is echt ook mijn en onze taak het land veilig te houden. En daarom moeten we dit doen. Ja, u zegt we moeten dit doen om ons uit gevaar te houden. Maar brengen we onszelf niet juist eigenlijk het gevaar dichter naar ons toe? Als wij Poetin zonder tegenstand te bieden laten doen wat hij nu doet in Oekraïne, dus een groot land met bijna 40 miljoen inwoners, die niet onder zijn invloed wil komen, gewoon te laten usurperen, te laten bezetten, te laten koloniseren, als we bereid zijn dat te doen en daar niks tegen te doen, dan is dat het signaal dat wij geven, dat wij dus niet opstaan voor onze waarden, die terugvechten, dat wij het gewoon laten gebeuren. En dan moet je je echt afvragen wie het volgende slachtoffer is van deze man. Serieus Rutte, onze oorlog. En wij zijn in gevaar. Nou, ik geloof daar werkelijk helemaal niks van. In mijn opinie is Rusland niet van plan om Europa te veroveren. Volgens mij wil Poetin alleen maar de etnische Russen beschermen van de Oekraïners zelf die daar werden belaagd. Wil hij Oekraïne als bufferstaat houden? Nou, dat lijkt me ook gewoon helemaal logisch. En ziet hij de expansie van Europa als een bedreiging? Enzovoort. Ik vind het allemaal logisch. Ik denk dat Amerika ook niet blij zou zijn als Poetin een legerbasis op de grens van Mexico en Amerika neer zou zetten. Dus wie is nu de agressor? Maar hoe dan ook, Mark, gelukkig heb ik geen uitnodiging ontvangen voor jouw oorlogsbarbecue. En anders zou ik ook nooit gaan. Maar wat is verder jouw plan? Wat als het uit de hand loopt? Ben jij van plan om straks onze jongeren naar het front in Oekraïne te sturen? Ik hoop het niet, jongeren van Nederland. Dat zou echt foute boel zijn. Maar ik vraag me af hoe jullie er zelf in staan. Zijn jullie enthousiast om jezelf over te geven aan een overheid en te gaan vechten in een oorlog in een ander land? Ja, ik ging de straat op om dit te peilen. Laten we even gaan kijken. Hebben jullie de brief gehad voor de militaire dienstplicht? Ja, ik heel lang geleden al. De brief, ja, vorig jaar heb ik die al gehad. De brief van de militaire dienstplicht? Ja, ik heb de brief gehad. Wat zijn jullie van de FT BTW? Die heb ik al, ja. Nee, die heb ik wel misschien ooit gehad. Van de boterboel? Ik heb wel gehad. Wat zou je ervan vinden als jij wordt opgeroepen om in dienst te gaan en vervolgens te gaan strijden in Oekraïne? Zou je dat doen? Ja, weet je, dat moet dan toch, dus ja. Ik ben maar een mitrailleur, ik ga wel naar Oekraïne, ik ga wel skieten, dat vind ik niet erg. Ja, handig. Ik denk dat we daar een beroepsleger voor hebben, toch? Als het moet wel, hoor. Als het moet wel? Ja. Ja? Ja. Als ik opgeroepen word, dan zou ik dat wel denk ik doen. Nee, daar laat ik niet over uit. Nee. Nee? Nee, daarvoor wel. Ja, hou ook te veel van mezelf. Goeie vraag. Ik heb een kater, daar heb ik echt geen zin in. Ja, ik weet eigenlijk niet wat ik ermee moet. Op zich wel, lijkt me best geinig. Als het moet, dan moet het, ja. Ja. Geen idee om eerlijk te zijn. Niet laten Russen maar komen, maar ze moeten gewoon rustig aan doen. En ik bescherm iedereen hier een heel eind over. Ik weet niet of ze veel ermee hebben, maar. Nou ja, voor een ander land iets anders. Maar voor mijn eigen land, als hier oorlog zou uitbreken, zou komen. Alleen de vraag of ik ga strijden voor Oekraïne, dat heeft te maken met of ik daartoe verplicht ben. Dat zou natuurlijk wel kunnen gaan gebeuren. Ja, in dat Nederland zou ik liever niet willen verblijven. Wat ik zou doen, is ik zou in ieder geval vertrekken uit Nederland. En ze zoeken het maar uit. Oké, nou, even over de jongeren. Het valt me een beetje tegen dat jullie bereid zijn om naar Oekraïne te gaan om te strijden voor een oorlog die niet de ons is. Ik vind het een beetje naïef, maar goed, iedereen zijn eigen ding. Ik zal vertrekken uit het land als het zover is. Oorlog is foute boel. Punt uit. Door naar het volgende onderwerp, jongens. Laten we het hebben over het weer. Weather modification en cloud seeding. We hebben het allemaal wel gezien hoe het weer toesloeg in Dubai. De regen kwam daar met bakken uit de lucht. Het leek abnormaal en dat was het ook. Gelukkig komen ze er daar in Dubai ook gewoon vooruit. Cloud seeding, weather modification. Laten we heel even kijken.
The UAE government invested more than $20 million in research to start a process called cloud seeding. The UAE performs around 1,000 hours of cloud seeding a year, and it's all controlled by this building in the National Center of Meteorology in Abu Dhabi, where they track the whole process. We met with a cloud seeding expert to explain how the seeding process works. We wait the forecast. When we have a good, you know, chance for cloud, we send the aircraft to that location. It go under the cloud. In the first stage of the cloud, there is good updraft at that time. Start to release all the salt, and with the good updraft, of course, it will go inside the cloud. The droplets will become bigger and start to rain. The center manufactures a salt substance that helps enhance rainfall. They put them in what they call flares. Okay, nog een klein beetje fine-tunen zou ik zeggen, want het was een beetje te veel van het goede. Maar goed, weather modification doen wij ook hier in Nederland. Alleen, wij noemen het hier klimaatverandering. We hebben verder ook niet te klagen aan het tekort aan regen. 2023 was het natste jaar en toch lijkt de paniek over water. In ieder geval in de media. Er zijn zoveel verschillende berichten die angst inboezemen. Dan is ons grondwaterpeil zo hoog dat de grond verzadigd is. Dan droogt het water weer te snel op. Dan regent het zoveel dat we het water niet kunnen afvoeren. En er kunnen nu zelfs geen nieuwbouwhuizen meer worden aangesloten op het waternet. En als klap op de vuurpijl is ons water ook nog eens verontreinigd met chemicaliën. Er lijkt dus paniek en ik vraag me af waar deze paniek vandaan komt. En toen kwam ik online dit filmpje tegen. Dit is een filmpje van een meeting van het World Economic Forum die ging over water. Deze meeting is ingeschoten, geïnitieerd door Nederland. Laten we heel even gaan kijken. When we want to solve the water problem, just like when we want to solve the problem of the climate crisis. They go hand in hand. And that shift in thinking is also necessary. Equity is everyone's interest, everyone's self-interest, everywhere in the world. Can I add something just based on what you've just said? That's also, of course, true with COVID, right? We are all only as healthy as our neighbor is on our street, in our city, in our region, in our nation, and globally. And did we solve that? Like, did we actually manage to vaccinate everyone in the world? No. So highlighting water as a global commons and what it means to work together and see it both out of that kind of global commons perspective, but also the self-interest perspective, because it does have that parallel. It's not only important, but it's also important because we haven't managed to solve those problems which had similar attributes. And water is something that people understand. You know, climate change is a bit abstract. Some people understand it really well. Some understand it a bit. Some just don't understand it. Water, every kid knows how important it is to have water. When you're playing football and you're thirsty, you need water. So there's also something about really getting citizen engagement around this and really, in some ways, experimenting with this notion of the common good. Can we actually deliver this time in ways that we have failed miserably other times? And hopefully we won't keep failing on the other things, but anyway. Okay, the common good van water. Ik krijg bij het zien van dit filmpje een beetje het gevoel alsof ze bedoelen, van net als toen bij corona, we doen het voor een ander. En dat heeft niet gewerkt. En dat we de ernst van water creatiever moeten gaan inzetten. En het lijkt me zo dat dit alles natuurlijk is om ons hiermee behoorlijk op een of ander gereel te houden. Het lijkt mij foute boel. Laat me weten wat jullie hier allemaal van vinden, jongens, in de comments. Maar dit was het voor nu. En tot de volgende foute boel.